Hey, hallo en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Kids Hits. Het wordt een speciale, want ik ga vandaag een kijkje nemen achter de schermen bij Up With People. Hun wereldtournee houdt deze week halt in België en ze treden vanavond op in de Elkerlik. Op het eerste zicht lijkt het misschien niet zo heel speciaal, maar 6 jaar geleden was ik een van deze artiesten die de wereld rondreisde. Ik ga hier binnen een kijkje nemen en kunnen jullie ondertussen kijken naar Fabian. Hier is Nobody Else. Hey iedereen, tof dat jullie erbij zijn. Kan je jezelf kort eens even voorstellen? Konnichiwa, watashi no namae wa Arai Mihoko to iimasu. Nihon kara yatte kimashita. Hello, my name is Mihoko and I come out of Japan. And what about you? Hola, mi nombre es Daniela y soy de México. Hi, my name is Daniela and I'm from Mexico. En jij? Goedendag, mijn naam is Joris, dus jullie kunnen mij allemaal verstaan. Ik kom uit Hasselt, dus ik kom uit België. En ik ben de volgende cast manager voor Up With People. En dat is wel heel bijzonder, hè, Joris, want het is de eerste keer dat een Belg de cast manager wordt van het reizend gezelschap Up With People. Wat doet dat met je? Ja, dat is een leuk gevoel. En het is een leuk gevoel om iets dat al zo lang bestaat. Up With People is al ongeveer 50 jaar bezig om een groep zoals dat te mogen leiden. Dat is gewoon een hele eer. En wat is dat dan precies, een cast manager? Wat moet je precies doen? Dus Up With People, misschien zal ik eerst uitleggen wat Up With People is, zodat jullie allemaal mee zijn met wat Up With People is. Dus Up With People is een groep van ongeveer 100 mensen uit 20 verschillende landen. Die komen allemaal samen uit heel de wereld. En voor een maand lang werken we aan een show. En dan komen we allemaal samen in Amerika. En na die maand, dan vertrekken we op tour. En als we op tour vertrekken, dan gaan we elke week naar een nieuwe stad. En vanaf we in een stad aankomen, 's avonds ontmoet je een gastgezin. En dan blijf je slapen bij dat gastgezin voor heel de week. En dan gedurende heel de week doe je vrijwilligerswerk. En dat kunnen allemaal verschillende soorten projecten zijn. En op het einde van de week, dan doen wij een grote show. En vlak achter ons zie je het podium waar we vanavond gaan optreden. En dat show duurt ongeveer 2 uur lang. En is muziek van over heel de wereld. En al die 100 mensen, stel je dat voor, al die 100 mensen, die komen allemaal samen, allemaal tezamen op één podium. En dat geeft gewoon heel veel energie. Ja. En wat maakt Up With People zo speciaal voor jou? Goeie vraag. 100 mensen. En 100 mensen die tezamen komen uit heel de wereld, is gewoon heel interessant. En dat brengt allemaal een heel aparte energie tezamen. Omdat je gewoon elke dag heb je heel interessante gesprekken. Want ik kan bijvoorbeeld met Miyoko babbelen over Japan. Ik kan met Daniela het hebben over Mexico. En dan kom je gewoon op heel interessante onderwerpen. So you are traveling 6 months. Yeah. What is the coolest city you've been to? My favorite city is Mexico City. It's so like a cultural city and a so beautiful location. So I love Mexico City. Yeah. And you're doing a show tonight. Are you excited? Very excited. This will be our second show here in Belgium. And yesterday was very, very, very cool. And we're just excited to share the new songs with everyone. And can everyone participate with Up With People or do they need to do an audition? You have to be between 17 and 29. There's no performing arts background required, so anyone can travel with us. You'll just need to know English and have finished school. So once you have all of that, you can just come to us, apply either online or right after the show. And with a simple interview in English, you can start your process to be with us. And are you a singer or a dancer? I'm both. Ooh. So I sing the Japanese song and some dancing in the show, so yeah. And what about you? A little bit of both too. Okay. Zo meteen heb ik meer vraagjes voor hen. Nu gaan we kijken naar Main Street. Ondertussen zijn er nieuwe cast members komen bijzitten. Waar ben jij van? Vanessa from Seattle, Washington. And what about you? I am Bruno and I come from Belgium. Ik kom uit het Franse deel in Wallonië. Ja? Yeah? Hallo, ik ben Lina. Ik kom uit Antwerpen. Oeh, Antwerpen boven. Ja. Een thuismatch voor jou. Ja, ja, ik woon zelfs thuis deze week. Zeg, jullie reizen 6 maanden. Hoe slagen jullie erin om alles in één valies te steken? Dat is wel een puzzel. Elke zondag moeten wij weer inpakken om naar de volgende stad te gaan. We moeten ons showkleed erin steken, want die moeten wij zelf meebrengen. Dan moeten wij ook alle andere soorten kleren meenemen. Maar ja, het is altijd een puzzel om te vinden hoe dat er juist in moet zitten. Maar het is wel een leuke puzzel. Dus. En Bruno, had jij heimwee in het begin? So at the beginning we spent the first week
to put all our show up. And so we were working, dancing, singing, performing, working with the band. So we didn't really have the time to really feel homesick because we were so busy all the time. And still now we are all the time active and we don't really have the time just to rest and to sleep. So I don't really have the feeling that my family is missing, especially now when we are in Belgium. I saw them yesterday, so I still have a home connection at the same time. And how does a week look like? Yes, so a typical week, we come to the city on Monday. So we have a tour of the city when we come, and we receive these schedules, and they're very in-depth. So each day we usually come at 8 o'clock and we stay till 6 p.m. at night. So it's a lot of activities through the day, but you get the most out of your day completely. We have a lot of community service that we do throughout the week, and we have usually two shows. This week in Antwerp we have two shows. We had one yesterday and we have one tonight at 8 p.m. And you were saying community service. What is the most memorable thing you did? Yes, definitely I had the most impactful community service opportunities when I was in Mexico. My most memorable experience was when I was going to an orphanage and I was working with a group of about 15 Up With People cast members. And we were just playing with the kids and interacting with them and just really made their day and really put a smile on their faces. And I hadn't experienced that yet. And that was really life-changing for me. Yes. And are you singers or dancers in the cast? What is your job? Ooh, that's a good question. Yesterday, for the first time, I did a solo. And my family was here, my friend, and so I also dance and I play also piano, so I'm part of the band, which is really an awesome opportunity. Oh. And what about you, Lina? Ja, voor Up With People heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan als optreden, maar nu zing ik en dans ik wel met de groep. Maar voor Up With People moet je eigenlijk geen ervaring hebben. Je leert wel alles van de groep en Up With People. Dus. And what do you like the most in Up With People? The most is host families for me, because each week you stay with a completely different family, a new experience, new food, new culture, a new bed. You never know what your next bed or shower is going to be. So I think I've learned the most about the world from my host families in each city. And you're going there all by yourself or sometimes with two or three people, or how does that work? Yes, depending on the week, you could be hosted alone in South Dakota. In the U.S., I was hosted alone with a grandmother, and that was awesome. But most of the time, you're hosted with at least one other person. And do you have time to relax as well? Well, every Sunday, of elke zondag, ik kan het ook in Nederland zeggen. Elke zondag hebben we een gastgezinnendag. En dat is een dag waar wij meestal kunnen uitslapen. Minstens een paar uurtjes meer dan normaal. En dan gaan we op stap met ons gastgezin naar al de verschillende plaatsen in het stad waar wij zitten. Dus bijvoorbeeld, we zijn in Denver, Colorado in de VS gestart. Dan zijn we naar Nebraska geweest. Dan zijn we naar Iowa, South Dakota, Ohio. Alle staten daar. Dan zijn we 5 weken naar Mexico gegaan. Wow. En nu zitten wij 7 weken in Europa. En dan eindigen wij in Israël voor 12 dagen. Ooit al in Israël geweest? Nee. Dat is de eerste keer nu. Zeg, zo meteen heb ik meer vraagjes. We gaan nu kijken naar de nieuwe van Ralf. Ik ben hier nog steeds bij Up With People en ondertussen zijn er 3 nieuwe castmembers bij mij komen staan. Kan je eens zeggen wie jij bent en van waar jij komt? Good afternoon. My name is Nolan and I'm from Iowa in the USA. Woohoo. What about you? Hoi iedereen, ik ben Sanne en ik kom uit België, net als jullie. And what about you? Buongiorno, mijn naam is Shubrian Tilman, ik ben in de Curaçao. Ooh, and in English? In English, good afternoon. I'm Shubrian Tilman. I'm coming from Curaçao. Wow, exotic. Curaçao. Yes. Tonight it's show night. Yes. Do you have a ritual? Yes, we have a ritual that we do every show. So we have a green room. In that green room, we thanks everybody the receive of in the city. Thanks everybody, all the sponsors we have. And also, we focus for the message we like to spread to the community. And the message, the big message is? Yeah,
bring peace to the world. Mm-hmm. All right. And what makes Up With People so special? Why do the kids need to come see the show or travel with Up With People? As Jabranly said, the message is really important. And the message, I think, is best experienced through the show. It's a really high energy show. And it really, to me, promotes hope and a global understanding. And it's best experienced by seeing 100 students from 20 different countries coming together on stage to tell the message. And you get that experience if you travel with Up With People. We've been doing this for 50 years. We've changed hundreds of lives, and we're going to be doing it for another 50 more. And so if you travel with Up With People, you get to experience changing people's lives and doing that on stage and doing what you love and doing it around the world. En er is ook nog iets speciaals, want er zijn ook eigenlijk stages, internships. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, absoluut. Onze stages die we hebben zijn kansen die je krijgt voor 5 weken of 6 weken. En we hebben zoveel verschillende posities, want er is heel veel nodig om een groep als Up With People te laten werken. Zoals? Dus we hebben bijvoorbeeld een bandleader, we hebben iemand die verantwoordelijk is voor het licht en het geluid van onze show. Ik zelf reis mee als lid van het educatieve team. Dus wij doen de vrijwilligersprojecten en workshops met de cast. Dus onze internships zijn dan om te leren hoe je al die dingen doet. Dus je krijgt 5 weken de kans om mee te gaan met een staffmember en te kijken van oké, hoe doe je het licht van een show voor 2 uur lang? En je leert die eigenschappen uiteindelijk ook. En waar kunnen ze Boys and Girls alle informatie vinden? Is er een website? Ja, absoluut. Je kan ons vinden op www.upwithpeople.org. Of zoals iedereen zijn we ook op Facebook. En dat is gewoon Up With People. En daar komen elke week nieuwe foto's op te staan van alle activiteiten die we doen. Dus dat is geweldig om te zien. En je hebt ook nog een cadeau voor onze Boys and Girls, hè? Ja, het is hier verstopt. Wij hebben onze cd van de show Voices. Dat is de show die we nu hebben. En als jullie weten hoe lang Up With People al bestaat, dan kunnen jullie deze cd winnen. Het is echt de moeite. Dus weet je het antwoord, stuur me een mailtje noah@anne.be en wie weet komt deze bangelijke cd jouw richting uit. Wel, heel hartelijk dank. Ik wens je nog heel veel succes, heel veel leuke avonturen en hopelijk tot op een volgende show. Dank je. Kids Hits voor deze week zit er alweer op. Ik zit nu nog in een lege zaal, maar daar komt zo dadelijk verandering in. Wil jij meetoeren met Up With People? Check dan zeker upwithpeople.org. En check ook mijn website, noahneel.com. Graag tot volgende keer. Ciao.